Zit jij zo dichtbij? Ja, ik ga toch achterop. Achterop. Ik ga toch. Ik ben mooi toch. Dit. Zo, ik kom niet helemaal voor. Is het ver of niet? Nou, we kunnen ook een beetje zo. Is het ver, doen? Die tv is niet zo mooi, toch? Met dat. Verlichting. Of weerspiegeling. Ja. Ja. Beter dan een tv. Ja, en een tv kost wat daar. Je laat mij toch. Ja, ik ga het ook even doen. Dan. Oh mijn god, alsjeblieft. Laten we allebei zitten. Want in het midden. Nee, dit is het niet. Ja, laten we gewoon die. Zo? Hoe het stond was gewoon goed. Hallo, het is gelukt. Nou, hi. Dit is een Q&A. De wat? Q&A? Nee. Q? Ja, het was gewoon goed, maar ik vond dat je het gewoon heel leuk uitsprak. We hebben vragen opgestuurd gekregen. Via je post. Via Instagram, DM. Hebben jullie een stopwoordje? Jij wel. Oh. Respect. Oh, respect. Ja, man. Maar ik vind heel vaak dat mensen geen respect hebben. Ik vind gewoon geen respect. Nou, precies dit hoor ik ongeveer 350 keer per dag. Stel. Een voorbeeld is dat ik net mijn kip niet helemaal op had. Oh ja, ja. En dat ik het in het bakje had gelegd. Ja. En dat ik zei, Asje, wil jij dit nog? Maar dat had hij niet gehoord. En toen dacht hij dat ik dat gewoon weg wilde gooien. Terwijl ik het aan hem wilde geven. Maar dan vind ik dat geen respect. Als je een stuk kip weggooit. Gewoon. Ja? Het was een heel klein beetje. Nee, maar dat kan niet. Dat vind ik geen respect. Geen respect voor de kippen. En ik wilde het ook niet weggooien, want ik had het aan jou gegeven. Ja, maar ik hoorde dat niet. Maar stel dat het zo zou gaan, dan vind ik dat geen respect. Voor de kip. Nou, en dit gebeurt zeg maar de hele tijd. Zouden jullie eerder meedoen aan Dance 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 of It Takes Two? Dat is voor allebei denk ik anders. Ja? Ik zou dolgraag een keer een duet met jou willen zingen. Dat zal helaas nooit gebeuren. Nou. Wat? Wil je niet één keer een liedje met mij zingen? Jawel, maar om helemaal mee te doen met It Takes Two dan? Maar dan coach ik jou. En dan doen we ook mee aan Dance 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 en dan coach jij mij. Maar dat vind ik wel leuk, hè? Dance 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 vind ik wel echt leuk. Wie kan het beste koken van jullie twee? Ja. Laat het maar zeggen. Volgende vraag. Nee, maar jij moet hem beantwoorden. Oh, twee gerechten maken. Nee, dat is niet waar. Nou. Nee, dat is niet waar. Ik kan bami maken, ik kan kip pesto maken, ik kan. Die heb je van mij geleerd. Ik kan tonijn. Ook van mij. Allemaal uit mijn repertoire. Toen ik je kende. Kan ik bami maken? Kon je alleen bami maken. Dat was het. Als de één weggaat bij GTST, gaat de ander dan ook weg? Oh, wauw. Nou, good question. Nee. Wiens kledingstijl ligt het dichtste bij die van zijn personage? Oh, dit is moeilijk. Nee, ik draag nooit in mijn leven overhemden. Alleen op bruiloften. En Amir, sorry hoor, die heeft alleen maar overhemden. Ja, maar ik draag ook niets wat George draagt. Je draagt wel polo's ineens. Ja, omdat jij ze van me koopt. Ja, maar eigenlijk is dit wel Amir trouwens. Met allemaal scootertjes. Maar niet met scooters. Nee, dan zouden het vogels zijn of flamingo's. Vissen of bootjes. Maar niet scooters. Nou, dus ik heb geen idee. Ja. Nee. Om allebei iets wat je aan degene irriteert. Van elkaar. Van elkaar. Aan willekeurig. Van elkaar. Ja, ik weet het wel. Oh nee, wat dan? Jij neuriet altijd mee met liedjes die je niet kent. En dat vind ik zo irritant. Want dan ken ik dat liedje wel en dan neur jij mee. Helemaal fout ook. En je gaat maar door. Je zegt nooit iets. Nee, omdat ik zoveel van jou hou. Oh. Maar als ik het dan toch eerlijk lulliger moet oplichten, dan is dat wel een irritatie. Oh, wat erg. Dat ik soms echt denk, hou je. Dus dan. Oh. Jij, dit is het moment om te zeggen. Dit is het moment om te zeggen. Oh ja, oké. Okay. Oh, ineens. Nou. Nu komt er een hele lijst.
zeg maar, onder het mom mezelf onderdrukken in situaties. Als wij hebben afgesproken om 7:30 uit huis te gaan. Dan gaat Melissa om 7:30 haar haar doen, schoenen, kleding verwisselen. En dit is misschien een herkenbaar probleem bij de mannen, maar... En dan ik ben bijna gewoon nog 1 minuut die. En dan duurt het echt serieus een kwartier. Nee, maar altijd binnen de veilige marge dat we nog tijd hebben. Ja. Ja. Nee, je gaat nu niet... Nee. Ja, zie je? Dit, oh, die, dat. Dat is mijn. En dan gewoon niet toegeven. Dat vooral. Dat is mijn. Ik antwoord gewoon de vraag. De bevraag. Wie heeft de broek aan? In jullie... In juridische zaken. Ik kan niet meer praten. De vraag was, wie heeft de broek aan in jullie relatie? Wat denken jullie? Dat vind ik wel interessant. Jullie kunnen niet antwoorden helaas. Je kan helemaal niks winnen, maar... Stuur een brief met je antwoord naar... Naar... Wat vind jij? Ik. Zo niet waar. Respect. Zo. Gaat over respect. Ik heb respect voor je, maar ik heb sowieso de broek aan. Overduidelijk. Je weet dat het waar is. Welk land zou u nog een liefde naartoe willen gaan? Ja, superveel landen. Ik wil de hele wereld nog met je over eigenlijk. Ja. Zie. Ik wil je wel graag meenemen naar Japan natuurlijk sowieso. Oh, ja. Ik ben ook nog niet in Istanbul geweest. Dan moet ik ook nog samen heen. Ja, ik zal nog wel heel graag, dat voel ik steeds meer, naar de Scandinavische eilanden willen gaan. Maar ook gewoon, ja, gewoon de mooie natuurgebieden zien en... Van die bossen en die rust vooral, denk ik, dat wat me aanspreekt. En gewoon een hele andere sfeer. Ja. Okay. Zijn jullie wel eens jaloers bij bepaalde scènes die de ander moet spelen? Dat vragen veel mensen zich af. Bijvoorbeeld met Farah of met Tim. Ik wel meer. Van, ja, dat is zo, ik ben wel jaloerser ingesteld, denk ik. Ah, ik wel. Ik bedoel, als jij... toch met iemand anders moet gaan zoenen of een bed zijn, hè? Ja, dat vind ik wel lastig. Ja, jij hebt daar minder moeite mee. Ja. Nou ja, het blijft gewoon raar aan dit vak, inderdaad, dat je dat af en toe moet doen. Het is gewoon wel gek, maar het is gewoon heel technisch. En volgens mij... Een hele slaapverwekkende Q&A, sorry, of mijn antwoord heel traag. Maar... Als je het ziet of... Nee, ja. Gewoon het idee, ik weet niet, ja. Ja, als je denkt, ik word toch gelukkig van als jij met andere mannen gaat spelen. Ik weet niet. Nee. Nee. Dan is het antwoord. Dat zou zijn. Nou, lieve mensen. Ik hoop dat jullie niet in slaap zijn gevallen. Ja, precies. Nee, maar laat even in de, hieronder weten een reactie wat je ervan vond. En misschien heb je nog een vraag. Kunnen we die misschien live beantwoorden op onze Instagram-accounts. Dus volg zoals wel. Melissa Drossi, jezelf, Alkan Dewis. Yes. Zie. En abonneer op het kanaal. En als je het leuk vond, misschien doen we ooit weer een Q&A. En laat het weten. Misschien vond je het heel saai. Laat het ook weten. Ja. Oké. Okay.